Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Literatuur Late Night. Vanavond ben ik de presentator. Mijn medepresentator Oscar Kokke is namens de auteurs Avacabo langsgekomen om te kijken of ik het wel goed doe. En het moet wel goed gaan, toch? Het wordt de laatste van dit seizoen. We zijn er op 7 september weer met een nieuwe serie. Maar om het af te sluiten gaan we het goed afsluiten met twee hele bijzondere, intelligente en interessante auteurs. Zometeen Margriet de Moor naar de schrijversagenda. Maar daarvoor een jonge Vlaamse auteur, Peter Terring. Hij brak door met zijn roman De Bewaker bij een groot publiek. En het spannende parabel over beschermen wat je hebt. Hij is geboren in 1968, komt uit België, zoals ik net al zei. En hij ziet zichzelf als de verloren zoon van de Vlaamse letteren. Ik ben heel benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft. Waarom hij dat nou zo vindt. Hij schrijft, let goed op dames en heren, op een Olympia SG1 uit 1960. Zijn grote voorbeeld is W.F. Hermans. En in zijn laatste roman Postmortem dringt de werkelijkheid op een ontroerende manier de roman binnen. Ik wil hem uitnodigen om aan tafel te komen zitten. Peter Terring. Kan je daar wat mee met zo'n introductie? Ja. Hoe word je meestal geïntroduceerd? Er zijn een paar elementen die telkens terugkomen. De typemachine en Hermans, die komen dus. Die komen altijd terug. Ja. Dat van die verloren zoon, nee. Nee? Nee. Je hebt jezelf wel zo genoemd. Ja, maar dat is lang geleden. En ik was in een ik denk weer barstige bui in een of ander interview. En ik voelde mij een beetje misnoegd. En vandaar dat ik... Misnoegd? Ik denk het, ja. Maar het is lang geleden. Trouwens. Ja. Waarom voelde je je misnoegd? Lang geleden. Oké, dat is allemaal goed gekomen. Ja, dat is allemaal goed gekomen. Allemaal recht getrokken. Ja. Oké, nou, ik ga er toch straks op terugkomen, want volgens mij zit je nog niet helemaal lekker. even iets over die typemachines. Ik heb net als jij een fascinatie voor typemachines. Ik heb er zelf ook een. Welke? Een Valentine. Een rode heb Valentine je? Uit de jaren 70. Ja. Nou, werk je erop? Nee, daar kan ik absoluut niet op werken. Nee. Nee. Ook omdat dat ding moet gereviseerd worden. Hè. Het bandje moet ververst worden. Ja, maar dan zal ik wel eens kijken. Kan jij dat? Ja? Ja. Heb jij verstand van? Ja, dat lukt wel. Marit is mijn assistente van vanavond met het beeldmateriaal. Wil je eentje teruggaan alsjeblieft, Jimme? Want die hier aan de linkerkant, dat is die, die Olympia. Ja. Is dat de dat Olympia is een beetje, waar jij op werkt? Mijn wagen is breder, maar dit is een... Dit wordt algemeen aanschouwd een beetje als de Rolls-Royce onder de kantoormachines uit de jaren 60. En wel omdat elke toets had eigenlijk, onder de toets zat een veertje. Ja. Met een, zodanig dat je een soort van zachte terugslag kreeg. Ja. Geen harde tik, maar een soort, alles zacht. Het dwingt je om in een bepaald ritme te schrijven ook. Ja. Het heeft iets sensueels in elk geval. Ja? Ja? Begin je zachtjes te kreunen als je. Nou ja, ik kan me voorstellen, bepaalde passages in De Bewaker, Postmortem, dat er bepaalde passages zijn die er zo ritmisch uitkomen, waar aanslag elkaar natuurlijk lijken op te volgen. Ja, wat ik vooral heb is dat vroeger, tot voor 3 jaar schreef ik met een computer. Dat ik mij heel erg enerveerde aan alle geluiden die computer maakte. De bliepjes? Alles, vooral ook de ventilator, daar zit zo'n ventilator op. En daar werd ik heel erg kribbig van. Hmm. En nu merk ik, door op typemachines te werken, nu maak ik lawaai. En alle lawaaien die van buiten komen, die kunnen mij niet meer bereiken. Omdat je het overstemt? Ja, ik overstem. Mijn werk overstemt de wereld, als het ware. Ja. En, Ik sluit mij op in een cocon van geklak. En dat is prettig daar. Ja, dat kan me voorstellen. Klinkt ook iets waar ik ook een keer zou willen meemaken. Alleen, ik denk dat als ik op een typemachine ga schrijven, dat er nou alleen maar poëzie uitkomt.
Even iets over die schrijfmachine. Je hebt postmortem op een schrijfmachine geschreven en ook de bewaker. Je noemt jezelf in het interview de verloren zoon van de Vlaamse letteren. Daar ben je nu overheen, zeg je. Ja. Maar het duurde pas tot je derde roman dat je doorbrak in Vlaanderen. Hoe komt het dan dat je niet opgemerkt werd? Omdat ik ben geen typisch Vlaamse schrijver, denk ik. Okay. Ik heb van het ogenblik dat ik besliste om schrijver te worden, want dat is een beslissing geweest bij mij. Wanneer was dat? Dat was de nacht van 18 op 19 september 1991. Ja. Waar was je? Ik was in Londen. Ik was in Londen. En wat deed je daar? Ik las daar een boek. Wel, ik overdag verkocht ik marmer aan Engelse architecten. Nee, maar dan snap ik wel dat je schrijver wil worden. Ja. Wat voor marmer verkocht je? Belgisch marmer? Nee, de warme marmerproducten. Dus die worden samengesteld. Terrazzo tegels. Voor al deze prachtige grote gebouwen, shoppingmalls en toestanden. Mm. Goed, ik was diep ongelukkig. Omdat je daar in Londen in een hotelkamer... Ja, omdat ik... dit was niet mijn leven dat ik me voorgesteld had. Maar toen las ik een boek, om kort te zijn. Ik las een boek van Hermans, De Donkere Kamer van Damocles. Las ik dus in die nacht. En 's morgens heb ik mijn baas gebeld om te zeggen dat ik schrijver zou worden. Ja. Maar hoe oud was je toen? Ik was toen bijna 23. Omdat bij ons hier in Nederland is De Donkere Kamer van Damocles eigenlijk het eerste boek wat je voor je lijst leest. Ja, dus kijk, dat lees je rondjes, zoveel achterstand had ik. Ja. Nee, wat ik bedoel, wat ik eigenlijk wil zeggen is, de meeste mensen lezen het als een spannend verhaal. Maar jij las het boek als een... jij las er iets heel anders in. Ja, het is meer dan een spannend verhaal. Nee, dat is... Het is natuurlijk, het is ook spannend, maar het heeft iets... Kijk, toen ik het las, de term die ik altijd gebruik is, ik kwam thuis. Ja, want blijkbaar ik kwam thuis in het proza van Hermans. Want blijkbaar worstelde jij met iets in jezelf, waardoor dat boek helemaal werd duidelijk gemaakt, of inzichtelijk gemaakt. Wat was dat? Kijk, in het boek, er zit een mooie... Het is een prachtig boek... Je kent het verhaal, het eerste deel. Zou je kunnen denken dat de man, de hoofdpersoon, mee in het verzet bepaalde daden pleegt. Ja. Maar het mooie is dat na de bevrijding net diezelfde daden kunnen geïnterpreteerd worden als daden van collaboratie. Nou, dat is natuurlijk... De ambiguïteit van goed en kwaad. Voilà. Het feit dat we niet zeker zijn over ons lot. Perceptie. Precies. Allemaal die dingen. En Ik kwam daarin thuis, in dat verhaal. Dit was ook een beetje hoe ik de wereld ervaarde. En nooit had ik... kijk, er was nog iemand op de wereld, namelijk Hermans, die nog leefde toen. Ja. Die op dezelfde manier de wereld ervaarde als ik. En voor mij was dat een geweldige openbaring. Ik was natuurlijk ook nog jong en naïef. En ik dacht van, misschien moet ik schrijver worden. Ik kan me voorstellen dat iemand van 40 die zo'n ervaring heeft, bepaalde verantwoordelijkheden heeft en moeilijker die beslissing kan nemen. Het interessante is bij jou, bij die klik met Hermans, of dat verband met Hermans dat je voor jezelf ziet, is dat niet alleen je thematiek jou aanspreekt, en niet alleen dat je hem, dat je zijn thematiek verder zet, op een andere manier, daar gaan we het zo over hebben, maar dat je ook dat er ook een stijlverwantschap is. Jouw stijl is on-Vlaams. Precies, ja. En ik vind ook... Kan je die stijl omschrijven voor mij? Nee. Maar ik kan wel zeggen dat het Nederlands dat Hermans schreef, vind ik prachtig. Het is een... Misschien vinden sommige mensen het iets te mechanisch. Maar je ziet zo mooi de opbouw. Hoe moet ik dat zeggen? Je ziet de taal in de werking. Ja. Ja. Als je zijn zinnen leest. Ja. En dat vind ik heel mooi. Ja. Die commas zijn als scharnieren of als... En je ziet hoe alles begint te werken. Ik was daar helemaal door beheerst. Maar van die simpelheid gaat ook een bepaalde dreiging uit. Want wat hij eigenlijk oproept is dat de werkelijkheid niet kenbaar is. Dat we blind zijn. Mm-hmm. Dat we uiteindelijk ten onder gaan aan het idee dat we het weten. Dat is een vrij, laten we zeggen,
een vrij harde boodschap die daar binnenkomt. En, maar het juist weergeven in zulke simpele taalzinnen die een kind van 14 kan begrijpen. Ja. Dat is een kunst. Dat is heel spannend. Dat is spannend en dat is een kunst om dat te doen. Ik hou ook hier heel erg van het Nederlands van F.B. Hot, ja. Bijvoorbeeld. Of, maar dat is zo. Maar dat is on-Vlaams. Woon je nog in België? Ja, toch wel, maar... Viel jouw boek in goede aarde bij de Vlaamse kritiek? Nou, de eerste 2-3 boeken die zijn nauwelijks opgemerkt. Oh, ja. Maar in Nederland wel dus. Het is door een recensie in NRC Handelsblad van mijn derde boek, Blanco, dat alles begon te lopen. Dat plotseling de Vlaamse recensenten ook Terrien leerden kennen. Dus het is hun via mening, Nederland... Hun mening veranderde door wat Pieter Steins in NRC over jou schreef? Arjan Fortuyn, ja. En, maar inderdaad, die toch dachten van tja, in Nederland wordt hij dus heel goed besproken. We moeten toch maar eens beter lezen. En wat zien wij dan in jouw werk, wat de Vlamingen niet zien? Ja, god. Dat weet ik niet. Ik heb van begin af aan de beslissing genomen om Nederlands te schrijven. Gelukkig maar. Ik bedoel daarmee niet... Klaus schreef ook een soort van een tussentaal, dikwijls. Dimitri Verhulst doet het nu nog. Wat doen ze dan, waar jij je tegen afzet? Ik zet mij daar niet tegen af. Dat is voor mij ook goed, maar het werkt niet voor mij. Ik heb daar geen behoefte aan om dat te doen. Ik vind het Nederlands zo'n mooie taal. Maar wat doen zij dan? Wat doet Dimitri Verhulst met de taal? Nou, hij stopt daar veel dialect in. En omdat het dan, omdat je dan iets meer over je personages zegt. Ja. Maar... Even over die taal. Want ik, een foto van een andere schrijver die jij bewondert, naast W.F. Hermans en F.B. Hots. Oh ja. Dat ben jij? Gefotografeerd door een van de grootste fotografen van Europa. Van Vleteren. Van Vleteren, hè? Stefan van Vleteren, ja. Een echt schitterende fotograaf. Ja. Heeft hij lang over die foto gedaan? Heel lang. Ik was heel erg vermoeid. Hij werkt nog analoog, dus met... Hasselblad. Dat zijn grote negatieven. Ja. En hij had maar een paar rolletjes mee van waar elk jaar 12... hoe zeg je dat? Negatieven opstaan. Ja. Dus hij was heel voorzichtig voor hij afdrukte. Ja. En ik moest dus heel erg mijn oogspieren strekken om maar in de pose te blijven. En, maar het is een prachtige fotograaf. Ja. Die man daar. Ja, oké. Okay. Ja, Raymond Carver. Hij heeft mij veel geholpen. Toen ik die beslissing maakte in 1991, het eerste wat ik toen deed, was een roman schrijven over mijn eigen leven, zoals heel veel jonge schrijvers denken dat we moeten doen. Dat was de foute beslissing. Die roman was zo slecht, die heb ik verbrand. Was dat onleesbaar. Je hebt hem echt verbrand? Met een aansteker of een lucifers? Lucifers. De lade in de keuken. In de voortuin, de achtertuin? In de achtertuin en zo'n zinken emmer die wij hadden. Maar je bent heel hard vochten. Nee, maar als het slecht is, dan is het slecht. En, de fik erin. Het was meer een etaleren van hoeveel adjectieven ik wel niet zomaar kon gebruiken in een zin meer dan het verhaal eigenlijk voorop stond. Het is ook wel heel dramatisch om er dan de fik in te steken. Ja, maar goed, een schone lei. En toen dacht ik van, een roman schrijven is misschien te hoog gegrepen. Laat ons beginnen met een kort verhaal. Niet dat ik dat een minder genre vind, in tegendeel. Maar als een kort verhaal mislukt, nou goed, dan ben je een maand kwijt. Mislukt een roman, dan ben je 2 jaar kwijt. Dus het was pure economie. Je denkt al als een schrijver dan, hè? Ja, ik was eigenlijk, ik was onmiddellijk een schrijver. Heel efficiënt. Ja. En toen leerde ik Raymond Carver kennen. En dat was fantastisch, want die man toonde hoe je... Met bijna niks zoveel kon opwekken. Volgens mij staan er in zijn gehele oeuvre 3 bijvoeglijk naamwoorden. Ja, zoiets. Ja, het is echt wonderbaarlijk. En wat mij vooral aansprak was dat hij de suggestieve kracht van die simpele taal en van zijn verhalen, maar ook dat hij de magie erin hield. Hè. Hij verbrak de magie niet. Hij raakte kort iets aan, toonde het en verdween weer. Vond ik prachtig. Mooi. Verhalen hebben geen oplossing. Ja. Dus heel, ja, van het heel. Ja.
Ja, boeken hebben ook geen oplossing. En we gaan het. Ik wil even naar De Bewaker, het boek waarmee je in Nederland in ieder geval doorbrak. Met een hele, eigenlijk een beetje jeugdboekachtig omslag, moet ik zeggen. Vind je niet? Ja, het doet een beetje aan die, wat is het? Die, kijk, van Bruna, die beertjes, ja, zwart. Ja, jaren 50. Ja, was het bewust? Dat was niet, van de ontwerper was het bewust, denk ik. Ja. Ja, maar je klinkt niet helemaal hoogjouwend. Toch wel, ik vond het prachtig. Okay. Ja, nee, ik vond het prachtig. Het paste heel goed bij het verhaal. Kijk, het gaat over twee mannen die een luxueus appartementencomplex bewaken. En dan komt die andere leermeester om de hoek kijken. Omdat de roman doet denken aan het slot van Kafka. Waarin een landmeter op zoek gaat naar het slot waar hij nooit aankomt. In dit geval blijven de bewakers alleen achter als alle bewoners vertrokken zijn. Dus dan denk ik parabels, spel met de realiteit. Hoe is dat zo begonnen? Om net als wat je ook in Postmortem hebt gedaan, om op een, niet Kafkaeske manier, dat is een rare manier om te zeggen, want dan heb je nog niks gezegd, maar naar de werkelijkheid te verwijzen door middel van geladen beelden eigenlijk. Het appartementencomplex dat je beschrijft, daar vermoed je al heel snel iets heel anders achter. Dat is raar, hè? De biograaf die jij beschrijft, daar zie je meer dan alleen maar een biograaf. Jouw boek begint met een schrijver, Emiel Steegman, die geen zin heeft in een delegatie Estse collega's uit Estland. Schrijvers die op bezoek komen, waar die dan voor wordt uitgenodigd. Uh-huh. Het zal je wel vaker zijn overkomen, want je werd uitgenodigd namens de Schrijversbond om te komen praten met buitenlandse collega's. Je had totaal geen zin. En dan moet je met een excuus komen en hij komt dan met een excuus. En dat volgende, vanwege moeilijke tijden, kan ik helaas niet komen, die dag nog. Maar daarvoor moet je al meteen iets heel anders in. Dat is dezelfde lading die je net ziet in het werk van Carver. Niks is zomaar. En als we het hebben over niks is zomaar, dan moeten we naar deze manier kijken. Ja. Maar nu weet ik niet wat je me vraagt, hoor. Het is ook geen vraag. Ja. Het is een uitnodiging om. Het is een uitnodiging kijk, om jouw werk beter te leren kennen. Laat ons terugkeren naar De Bewaker. Omdat ik daar inderdaad, ik laat referentiepunten weg. De tijd, de stad enzovoort. Ja. Het is heel uitgepuurd en ik concentreer me eigenlijk puur op de essentie. Ja. Het vreemde is, als je dat doet, als je al die dingen weglaat, als je dus naar de essentie toe gaat, wordt het verhaal rijker. Hoe meer je het uitbeent, hoe rijker je het maakt. Hoe meer plaats er is voor de lezer om, zoals jij nu net beweert gedaan te hebben, om je eigen verhaal erin te brengen. Ja. En dat vind ik heel mooi. Ik wil graag de lezer, dat is een term die ik van Borremans heb, Michael Borremans, een Vlaamse schilder, ik wil graag de lezer medeplichtig maken. En dat doe ik door hem in het verhaal te lokken. Ja. Met zijn verhaal. Ja. En hem mee het verhaal, het boek, te laten maken. Op die manier wordt hij medeplichtig. En op die manier kan een kunstwerk in het algemeen nooit dichter bij iemand komen dan dat. Ben jij een schrijver die de lezer uiteindelijk geen wereldbeeld wil opdringen? Nee, denk ik niet. Wat denk jij? Nou ja, ik denk wel dat jij de lezer uitnodigt om het verhaal op zijn manier te interpreteren. Maar ik denk tegelijkertijd, als ik naar je boeken kijk, dat je ook een schrijver bent die toch, hoewel die daar heel alleen geïsoleerd zit te tikken aan die parabels, toch wel de wereld erin stopt. Ja. Toch ook wel. Ja, natuurlijk wel, ja. Maar ik denk dat ergens niet mijn eerste iemand bedoeling is. Iemand schreef over jouw boek, het gaat over de Bush, over de oorlog op Irak. Voor mij wel. Maar kijk, dat is dus altijd het probleem, hè. Dus, hoe heb jij de oorlog in Irak eruit weg kunnen laten? Voor mij zit het er wel in. Hoe komt dat? Het zijn twee bewakers die dus die ondergrondse parkeerverdieping bewaken. Waarom? Daar is de enige ingang van dat exclusieve gebouw. Ja. Harry en Michel, zij zijn het gezicht van de veiligheid van dat gebouw. Ja. Hun functie is puur protocolair. Maar zij zien dat niet zo. Zij zijn heel plichtsbewust. Harry is een Amerikaans type. Michel is meer een Europees type, gestudeerd. Iemand die twijfelt aan zichzelf, een gevoeliger persoon. Twee wereldbeelden ook. Twee wereldbeelden. Dat zit er zeker al in, om te beginnen. Amerika en Europa. Ja, goed.
Zo begint het. Ja. In het tweede deel van het boek komt er een derde bewaker bij en begint Harry en op Michel in te spreken, in te praten om die man zwart te maken, letterlijk. Ja. Die indoctrinatie die daar gebeurt, is precies de indoctrinatie die wij gekend hebben door Blair en door Bush, door steeds maar weer dat woord weapons of mass destruction. We hebben dat woord, die term zoveel keer gehoord, dat bijna niemand er nog aan twijfelde dat die wapens daar ook waren. Ja. De kracht van de taal. De kracht van de taal, manipulatie via de taal, is een van de centrale, denk ik, thema's van dat boek. Is dat voor jou belangrijk, ook de traditie van J.F. Hermans, om te laten zien dat de taal kan worden ingezet om dusdanig te manipuleren dat mensen die... Dat de taal misbruikt kan worden, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is altijd van zodra je schrijft, is dat een thema van je boek. Dat is altijd een thema van een roman. En daar ben je bewust van? Daar ben ik mij bewust van, ja. Goed. Postmortem. Ik vond het een merkwaardig roman. Dat heb je misschien zo gewild. Nee, dat heb ik niet gewild. Want het worden, ik heb het voor de drie verhalen in woorden verteld. Ja. Emiel Steegman, een schrijver die werkt aan een roman. Ja. Die wordt gepresenteerd. En, die roman wordt niet gepresenteerd. Die roman wordt niet gepresenteerd. Nee, het begint zo. Waar het mee begint is dat hij geen zin heeft in die Etse collega's. En die Estse collega's, precies. Dat is autobiografisch. Dus ik gebruikte het zinnetje, om het precies te zijn, wegens nogal moeilijke tijden in de familie. Ja. Een zinnetje dat ik per mail verstuurde. Dat heb je verzonnen? Dat heb ik verzonnen. Dat was niet zo. Om van die schrijvers. En we gebruiken allemaal van die leugentjes om best wel... Ja. En ik vond dat een goed zinnetje, beviel mij enorm, omdat nogal betekent zo'n beetje van, eerst zag het er wel goed uit, maar het is nu toch verslechterd. Ja. Maar ik heb ook nogal moeilijke tijden. Ja, en ook volgens mij het woordje wat je nodig hebt om de leugen waterland te maken. Voilà. Ja, voilà. Ook als ik die mevrouw later zou tegenkomen, dan zou ik kunnen zeggen, het viel nogal mee. het was allemaal nog zo erg niet dat ik... Moet jij niet voor een politieke partij gaan werken? Ja. Ja, nee. Kies er één uit, want ze kunnen je goed gebruiken hier in Nederland. En toen, ik bedacht dat zinnetje, dat weet ik, dat zijn twee data die ik dus nog weet. Het was 20 mei 2008, om 8 uur 's morgens. En ik bedenk dat zinnetje en onmiddellijk denk ik van, potverdorie, als later, stel nu dat er een ambitieuze biograaf het e-mailverkeer uitvlooit van die directrice en op die mail van meis en dat leest, dan denk ik van, wat was daar aan de hand? Ja. Want nergens anders rond die periode zijn er referenties naar moeilijke tijden in zijn persoonlijk leven. Dus die man zal denken dat hij iets gevonden heeft. Ja. Dat zijn boek nu pas echt interessant zal worden. En hij zal dus daar iets bij verzinnen. Want er waren dus geen moeilijke tijden. Ja. Dat begon in mijn hoofd te spelen. En toen bedacht ik een roman, een filosofische thriller... over een beroemde schrijver die op een dag een biofobie ontwikkelt. Een fobie voor zijn biografie. En wel naar aanleiding van zijn dochtertje van bijna 4, waarvan hij denkt, als ik morgen onder een auto loop, dan zal dat meisje geen herinneringen aan haar vader hebben. Ja. Wie zal ik worden voor haar, mocht dat gebeuren? Waarschijnlijk zal... ik iemand worden die uit die biografie opdoemt of alleszins uit verhalen van mensen die mij gekend hebben, maar die mij niet gekend hebben. Versta je? Dus die man begint... Die man vreest dat hij iemand anders zal worden. Ja. Waarom vreest hij dat? Voor zijn dochter. Nou ja, hij wil dat zijn dochter weet wie hij geweest is. Ja goed, maar ze zal afhankelijk zijn van berichten van anderen. Ja. Sowieso wordt het ingevuld. Ja. Maar nu komt het volgende. Wacht. Ik ga eerst verder. Ja. Die man ontwikkelt dus die biofobie. En het eigenaardige van die schrijver is, dezelfde eigenaardigheid bij mijn hoofdpersonage Steegman, is dat hij weinig herinneringen heeft of kan ophalen, het een of het andere. Ja. Dat weet hij niet. Nee, precies. Daar heeft hij last van. Ja. Dus hij herinnert zich eigenlijk nauwelijks zijn eigen leven. Ja. Maar weet wel dat andere mensen heel goed herinneringen aan hem zullen hebben. En dus gaat hij die mensen gaan opzoeken om te proberen alsnog bepaalde
herinneringen, anekdotes die in het verleden gebeurd zijn, om die als het ware bij te sturen. Ja. Dit is het dat is wat mijn idee was. Dit is het domein van de fictie. Dat was mijn idee voor het boek. En dan wordt het meisje ziek. En dan gebeurt er in mijn leven, gebeurt er een paar maanden later, krijgt mijn dochter een herseninfarct. Oké. Linker hersenhelft. Ja. Dat heb jij, dat staat in het boek. Dat is, dat kan je niet met droge ogen lezen. Mm-hmm. Waarom besloot je dat op te schrijven? Nou kijk, ik had dus dat idee voor die roman. En toen gebeurde wat met mijn dochter gebeurde en dacht ik niet meer aan die roman. Ja. Tot ik in... Ineens braken echt moeilijke tijden aan. Ja. Tot ik dus in de ziekenhuis hangen en naast haar bed notities begon te maken. En die notities, ja, dat werd een hele hoop, want we zaten daar wel even. En toen dacht ik van nee, ik moet niet dat verhaal vertellen van die bekende schrijver met zijn biofobie. Ik moet een verhaallaag toevoegen en ik moet het over een onbekende schrijver hebben die dat idee krijgt voor die roman. Ja, en die daardoor helemaal begeesterd wordt, wat in deel 1 gebeurt, helemaal opgaat in zijn fictie. En dan keihard teruggetrokken wordt in de realiteit door wat er met zijn dochtertje gebeurt. Ja. Dat is wat ik dan van dit boek gemaakt heb. Ja. Dus in het eerste deel zie je als het ware die roman, de contouren ontstaan van die roman. Ja. Je ziet hoe het is om als een schrijver met dat idee dat hij dan heeft, rond te lopen. Hoe de werkelijkheid anders gekleurd wordt. Hoe hij begint dingen in zijn omgeving af te tasten op de bruikbaarheid voor zijn roman. Ja. Hoe... Dat vuur. Ja, maar hoe moet het voelen? Hoe voelt het om ingehaald te worden? Je bent een fictieschrijver, je werkt vanuit de verbeelding. Je werkt vanuit die parabels, vanuit literaire denkexperimenten, zoals Michael Zeeman ze noemde. Om dan ineens zo keihard teruggeworpen te worden in de werkelijkheid. Is dan je reddingsboei dat je die notities gaat bijhouden? Is dat ook een manier om in die gekte, kan me niet anders voorstellen dat het moet zijn, die gekte van je dochter die vecht om haar leven, om er nog iets van controle uit te oefenen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het schrijven mij... dat was een soort mentale reddingsboei. Je probeert overeind te blijven, je probeert sterk te blijven. Dat was nodig. Het was simpelweg nodig om te schrijven. Het zou ook vreemd zijn als je iemand bent die heel regelmatig schrijft, die bijna elke dag schrijft. Iets dat zo deel uitmaakt van je leven, dat je dan plotseling dat niet meer zou doen, terwijl dat met je leven is ook. Dus dan moet je moet gewoon verder, je moet blijven schrijven. Mm. En dat is geen keuze niet meer, dat is geen keuze die je maakt, dat moet zo. Ja. Dus ook toen, hoe is het nu met je dochter? Heel goed. Hoe oud is ze? Ze is bijna 8. 8. Weet ze van dit boek? Ze weet van dit boek, ja. En ik heb het natuurlijk ook voor haar geschreven. Je draagt ook aan haar op. Ja. Ja, ja opnieuw, dat die vreemde obsessie dan, als we het over obsessies willen hebben. Ik dacht toen ik aan dit boek dan begon en dat idee weer kon kaderen door die extra verhaallijn, dan werd ik zo... zenuwachtig. Ik dacht van, ik moet nu vlug dat boek schrijven, want stel dat ik het niet afkrijg, weer denkend aan mijn dochter dan, stel dat zij later dat ooit kan lezen, dan zijn er twee dingen die ik haar wil bijbrengen, namelijk mijn liefde voor de literatuur en mijn liefde voor haar. En in deel 1 zit die liefde voor de literatuur via Emiel Steegman. En in deel 2 zit mijn liefde voor haar. Ja. Ja. Nou, en die liefde, die krijgen als lezer terug? 100%. Volgens mij moeten we gaan afronden. Hoe lang hebben we gepraat? Nog 2 minuten. Ja, prachtig. Misschien wil je een stukje voorlezen. Ja, heb je een... Ik had een aantal dingen uitge... Oh, ik weet wel iets.
Er wordt dus inderdaad een boek voorgesteld van Steegman. Dat boek heet De Moordenaar. Ja. En, boek, ja, je maakt van dat boek maak je een soort van Ulysses van de 21ste eeuw. Iedereen heeft het boek gelezen, iedereen praat erover. Ja. Het brengt een hele nieuwe generatie schrijvers voor. Ja, de natte droom van Abdelkader Benali, die ik daar las. Ja, dat wist ik dus niet. Nee, maar goed. Nou, het boek wordt voorgesteld en terwijl hij, dus hij is zodanig met dat idee voor die roman, zit zo in zijn hoofd dat terwijl hij het podium bestijgt om een dankwoord uit te spreken, heeft dat dankwoord uit zijn hoofd geleerd. Hij zegt dat op, maar in het boek hoor je dat dankwoord niet. Je hoort, of je ziet, of je leest, wat hij tegelijkertijd denkt, terwijl hij daar staat. Het is een beetje een Virginia Woolf-achtige passage. En zit ik nu goed, want ik moet even kijken. Dus daar staat hij. Eergisteren had hij René, zijn dochtertje heette René, eergisteren had hij René in de hoek gezet. Een poging om haar koppigheid en theater te doorbreken. Hij zat in dezelfde kamer, in stilte, en wachtte tot zij zou bedaren en stil worden en gehoorzaam haar gezicht naar de muur keren. En toen het stil werd, keek hij op zijn horloge, dacht, minstens 3 minuten. Beter 5. Hij was haar vader. Hij moest haar opvoeden. En toen zag ze Beer in de stoel liggen. En begon het uitzinnige geschrei opnieuw. Beer. Ze wou Beer, haar Beer. Hij wist niet of ze het meende of Beer als wapen gebruikte in hun krachtmeting. En als ze echt verdrietig was, ja, ze was echt verdrietig, kon hij haar dan midden in haar straf belonen met Beer? Was dat niet een verkeerd signaal dat hem later zuur zou opbreken? Ze trappelde en huilde haar adem op. Hij bleef zwijgend voor zich uitkijken, of beter, naar die slappe vod van een knuffel die in staat was om zijn gezag te ondermijnen. En toen schreeuwde hij dat ze stil moest zijn, dat ze moest ophouden met het gesnotter. Hij schreeuwde het uit. Hij wilde haar overdonderen met zijn woede. Niet zozeer om haar gedrag aan tafel, dat niettemin de oorzaak was van dit drama, maar omdat haar verdomde koppigheid hem nu dwong haar dit verdriet aan te doen. Hij schreeuwde zijn liefde uit, die ze niet herkende. Ze was nog geen 4. Ze zou de donder en de stilte onthouden. De stilte van de man op de bank achter haar rug. Zijn onbegrijpelijke wreedheid. Dank. Peter Terrien, dank je wel. Goed. Dames en heren, we gaan door met de literaire agenda. Marit, wat hebben we allemaal op het programma staan de komende maanden? De geest moet waaien in Arnhem. Wintertuin organiseert dat, 1 tot 3 juni. Een van de Vlaamse collega's van Peter Terrien zal er ook zijn, Tom Lanois. Als u nog niet genoeg van hem heeft naar de Boekenweek, nou, u kunt daar weer uw hart aan hem ophalen. De geest moet waaien. VPRO Boekenfestival in Amsterdam op 2 juni. Met optredens van A.L. Snijder en Arnon Grunberg. En de uitreiking van de Bob de Nijl prijs. Boeken.vpro.nl/festival. Nou, de letterenloop. Olympische discipline voor schrijvers. 10 kilometer in Bloemendaal. Het kopje van Bloemendaal moet worden genomen. Naar alle waarschijnlijkheid doe ik mee. Rini. Writers Unlimited, de serie Zuid-Afrika en Nederland, dat is hier. Ook in deze bibliotheek toch? Of niet? Ja, op deze plek zelfs. Nou, prachtig. Volgende week, 7 juni. Ja, daar moet u bij zijn. Zuid-Afrika en Nederland. Met een, volgens mij een dichter uit Zuid-Afrika. Die is vertaald door Alfred Schaffer. Met wie een prachtig interview staat in de VPRO-gids van deze week. Heel mooi. Poetry International. Ja, het wereldberoemde Poetry International Festival in Rotterdam. Met, ik denk dat hij voor de tweede keer komt optreden, misschien wel vaker, maar in ieder geval prominente aanwezigheid, zowel in postuur als in zijn krachtige poëzie, Les Murray uit Australië. 14 tot 19 juni. En wie hebben we hier? Dichters in de Prinsentuin, Groningen, 17 tot 19 juli. In de Prinsentuin, in Groningen, een dichtersfestival. Heel, heel erg aangenaam om daarbij te zijn.
hebben we nog wat manuscripta, georganiseerd door de collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. Ja. In Amsterdam, 1-2 Westen gastterrein, grote hallen, veel auteursoptredens, nieuwe romans en uitgeverijen die een nieuwste romans publiceren voor het seizoen 2012-2013. En dan zijn we weer terug op 7 september, hier op deze plek, met mijn zeer gewaardeerde collega Oscar Kokke en ikzelf, literatuurlatenight.nl. U kunt dit programma trouwens ook bekijken op het internet en terugkijken op het internet. Tipt u gewoon Literatuur Late Night in, Benali, Kokke, en dan komen ze allemaal voorbij. Ook het gesprek van vanavond. Nieuwe boeken, ja. Ernst van der Kwast, Giovanni's navel. We zien hier Giovanni's achterwerk. Giovanna's achterwerk, maar het gaat om de navel. En dat boek wordt op 31 mei gepresenteerd bij Marlies Dekkers. U krijgt 5% korting op alle lingerie die daar wordt aangeboden. Dit is een jonge Vlaamse auteur waar de naam er niet van bij staat. Hoe? I.M. Tendre. Heet het in Tendre, dankjewel. Dandre. Dangre, oké, dankjewel. Ja, ik had hem de tweede keer goed. Ja, Dangre, uit België. Komt met een roman? Gedichten, wauw. Hij is piepjong, echt piepjong begreep ik. Net een rijbewijs, maar nu al met een dichtbundel. Oké, volgende. Zijn we er? Geen andere mooie verrassingen? Nou, prima. Dan gaan we door met het... Met muziek van Hans Soldaat. Hij was van 1990 tot 2004 voorman van de band Daryl Ann. Stond daarna aan de wieg van de formatie Do the Undo. En kwam in 2009 op de proppen met zijn eerste solo-cd In Another Life. Waarmee hij reisde langs vrijwel alle Nederlandse muziekfestivals. Hij maakte muziek voor de dansgroep Connie Jansen Danst. Is bandlid bij Tim Knol. Graag gezien gast bij De Wereld Draait Door, vorige week nog. En eerder deze maand liet hij nog van zich horen bij DVD Recordings. Anne, wat ga je spelen? Hallo. Wat ga je spelen? Je had het over Connie Jansen Danst. Ja. Daar ben ik vorig jaar inderdaad het hele land mee door geweest. Ik ga een liedje uit die voorstelling spelen. Het heeft toch eigenlijk geen naam. Ik noem het maar zoals de voorstelling zelf. En die voorstelling heette Zout. Waar ik meteen naar toevoeg trouwens, is dat we in 2013 een reprise hebben. Dus dan doen we nog 20 keer die Zout. Mocht je tegenkomen, aarzel niet. Het gaat ongeveer zo. The real man, shiny and bright. Minds disconnected, minds on a fight. Push me away, oh carry me on. Hush, don't you speak. Heart breaks and all in ready for. Jump is an earthquake, and go means we're on. Dance off the red beans, black beans are done. You can't fake a heartbeat, a cold-plated fact. Time to consider, time to connect.
carefully low. Time takes forever, time takes and goes. You can't fake a heartbeat, a cold-plated fact. Time to consider, time to dat was het. Ga ik er nog één doen? Ja. Ja, voor mij, maar ja, zeker. Omdat ik hier tussen allemaal belezen mensen zit. Leek me wel leuk om een nummer te doen wat ik ooit heb geschreven over Gerard Reven. Het was een opdracht voor Potex. Ik moest een gedicht van hem op muziek zetten. Maar ik was zo eigenwijs om zelf een tekst te maken over Gerard Reven zoals hij op dat moment was. Het was een beetje in zijn laatste levensfase. Hij was behoorlijk de weg kwijt, zoals je misschien weet. En dat heet De Laatste Reis. De dagen verglijden zo stil bij het raam. De rust van een kwijnend bestaan. Ik zoek in je ogen. En je zegt aangenaam, de tijdbeker koffie lekt als een kraan. Kijk daar een vogel, een vinger die wijst. Een vogel, waar komt die vandaan? Je zoekt in mijn ogen en je prevelt mijn naam. Een blik van herkenning. Een blik en een traan. Een eenzame reis naar het einde der dingen. Een koortsige geest die het lichaam verlaat. Een reis door de nacht vol herinneringen. O moeder maagd, toegeef hem de kracht. De fles is begraven, de inktpen staat droog. De liefdesdolk door en verroest. Hij schonk ons zijn werken als troost voor het volk. En hij ging door het dal. Door het dal als dat moest. Dus gaat u de kerken toe, brand dan een kaars. Voor Reven zijn rustloze ziel. De man heeft geleden, geleefd en geloofd. Maar nu is hij oud. Nu is hij oud en seniel. Nu is hij oud en seniel. Een eenzame reis naar het einde der dingen. Een koortsige geest die het lichaam verlaat. Een reis door de nacht. Vol herinneringen. O moeder maagd, toegeef hem de kracht. Toegeef hem de kracht. Voor de reis door de nacht.
Dank je wel. Dank je wel. Nou, ik zou er nog een paar componeren op. We gaan verder met Margriet de Moor. Zij debuteerde in 1988 met de verhalenbundel Op de rug gezien. Voor haar roman Eerst grijs, dan wit, dan blauw won ze de ACO Literatuurprijs 1982. 92. 92, ja, tikfout. En daarna heeft ze een aantal... Je hebt heel veel geschreven. Veel van je werk is vertaald, waaronder de Kreutzersonate. We kennen hem ook als van Tolstoj, maar je hebt je ook je Kreutzersonate geschreven. En die is ook heel mooi, heel bijzonder. Je bent in meer dan 24 talen vertaald, waaronder het Italiaans. Ik herinner me nog een diner met jou in Rome. Ja, dat was mooi. Fantastisch. Ik geloof naar aanleiding van de Kreutzersonate. Ja. Is dat zo? Dat boek verscheen daar toen. Oké. Okay. Ja. En jij deinst er niet voor terug om de geschiedenis in te duiken op zoek naar inspiratie. En in jouw laatste roman, De Schilder en het Meisje, ga je terug naar de tijd van de Gouden Eeuw. Amsterdam, Leiden, de Breestraat, de Dam. De eeuw waarin het genie schilderde en het volk leefde. Margriet, zit het in de familie, die voorliefde voor de geschiedenis? Dat zou ik niet weten. Nee, dat weet ik helemaal niet. Ik kom uit een familie van... mijn ouders waren allebei leraar. En de een gaf Frans en Duits en de ander gaf Nederlands en geschiedenis. Ja. Oh. Nou ja, geschiedenis. Maar hoe moet ik verklaren dat... Ja, nou, ja, nee, daar zijn we dus. Nee hoor, ja. Maar je bedoelt natuurlijk... Ja, nee, maar veel romans hebben toch een historisch onderwerp. Ja. En ik heb geen speciale liefde voor de geschiedenis. Op een bepaald moment komt een bepaald thema in mijn hoofd. In dit geval van De Schilder en het Meisje heb ik zo'n klein tekeningetje een keer gezien. Daar komen we zo. En want dan ik wil het toch even hebben over dat gen, dat vertellersgen. Want als we het volgende... fotootje, Marit, is namelijk jou de foto van iemand die heel erg veel op jou lijkt, die net zo mooi is als jij. Dat geeft dat voldoening? Enorm, ja. We hebben er allebei erg veel plezier om. En, ik zou het zien als concurrentie. Ben je helemaal gek? Ja, natuurlijk. Stel dat jij hebt een bakkerij en je zoon gaat in en wordt ook bakker. Ik steek er meteen de fik in. Oh, echt waar? Ja, natuurlijk. Oh ja, nee, daar hebben we helemaal geen last van. Nee, natuurlijk. Maar natuurlijk ben je blij, natuurlijk vind je het geweldig. Maar je moet toch ook denken, dit lijkt wel een roman? Nee, maar dat is toch heel gewoon. Je ziet toch in alle kunsten, in de andere kunsten ook hele families van Koch, componisten, schilders. Dat is natuurlijk iets heel natuurlijks. Misschien het gen, maar ik denk misschien eerder nog een wereld waarin je met elkaar leeft. Zij is natuurlijk opgegroeid, helemaal niet met een schrijvende moeder trouwens. Heppe, dus mijn man, haar vader, was schilder en beeldhouwer. En ik was een lezende moeder. Ik was absoluut altijd verslaafd aan het lezen en daarbij gaf ik pianoles. Hmm. En toen ik eenmaal begon te schrijven, dus ik ben heel anders begonnen dan Peter. Ik heb nooit gedacht, nu ga ik schrijfster worden. Ik ben het stom toevallig geworden. Je was zangeres. Ik was... het conservatorium. Ik ben eigenlijk muzikus. Ja. Dus ik denk ook als een muzikus. Je bent volgens mij de enige literaire auteur die ik ken. Ja? Die zijn motto... waarvan het motto een stukje een notenbladmuziek is. Dat is al voor de tweede keer. Kan je dat hummen voor mij? Doe je solfège? Ja, nou kijk, je ziet, Mein junges Leben hat ein End is dit stukje partituur. En dat slaat op een meisje van 18 jaar die in deze roman ter dood gebracht wordt in het centrum van Amsterdam. Gewurgd, publiekelijk. En dit liedje werd in de straat van Amsterdam gezongen, ook in het Duits dus. Je ziet de dalende lijn en het is... Mein junges Leben hat ein End. Nou, dat voel je wel. Ja, nee. Dat het dus heel, heel... Nou, het wordt me koud om het hart. Ja, maar toch is het heel leuk, want je hoort precies diezelfde dalende lijn in bijvoorbeeld Apollon van Stravinsky. In Orfeo. Die gaat dus de onderwereld in. Dus ook weer die dalende lijn. Prachtig. Nou, dus dat liedje werd gewoon gezongen. En dat heeft dit meisje, Elsje heet ze, die heeft dat in gevangenis waarin ze zat. De gevangenis was een cel in het paleis op de Dam. Dat heeft ze vanuit haar cel gehoord. Moet ze gehoord hebben? Ja, dat hoort ze gewoon in mijn boek. Ja, je neemt wel meer, natuurlijk, je componeert erop los en dat doe je op een fantastische manier. Ja. Je hebt al een aantal dingen verklapt, hè? Dat is goed.
Want dit gaat over een meisje wat op 3 mei 1664, geen tikfout, wordt ze gewurgd, hè? Ja. Publiekelijk. Publiekelijk. Dat, ja. De Dam in Amsterdam. Ja. Dat is, en nu, ze heet Elsje Christiaans, ja. En komt uit Jutland. Ja. Ja. Ik wil toch een aantal dingen snappen. Hoe weten wij dat het dat meisje is, dat ze Elsje Christiaans heet? Ja, dit is een echt gebeurd geschiedenis. Zij heeft een heel, zeg maar, heel keurig netjes proces gehad. En dat hield in dat dat ook allemaal is opgeschreven. En ik heb die stukken in het archief in Amsterdam opgediept. Ja. In heel mooi 17e eeuws Nederlands is dat opgeschreven wat ze heeft gedaan. Ja. Zij heeft haar slaapvrouw, zo werd dat genoemd, dat is haar hospita, met een bijl de kop ingeslagen. Nou, een stuk of 7 keer. Absoluut. Ze heeft het werkelijk van ganse harte gedaan. En als je naar dat tekeningetje kijkt, en dat is de oorsprong van mijn boek. Moet naar dit. Oké. Ja, goed dat jullie het doen. Ja, hij ligt bij mij thuis. Ik heb er een kopietje van gemaakt. Dan zie je toch een onschuldig meisje. Dan zie je toch een heel lief, onschuldig kind. Nee, ze is dood. Nou, nee, ze is nog maar net dood. Oké. Zo heeft ze er absoluut uitgezien. Zo moet ze het uitgezien. Ja. Ze is hier misschien 2 uur dood. Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik echt allemaal. Ja. Mag niet. Ja. Je vertelt zo mooi. Waarom dit verhaal? Waarom fascineert dit verhaal je? Ja, zo gaat dat dus bij mij. Ik ben niet zo'n schrijver die er van tevoren enorm aan het analyseren is. Of nou wil ik geïnspireerd door die of die collega. Zo schrijf ik helemaal niet. Dat ene tekeningetje, toen ik dat zag. Hij hangt in het Metropolitan in New York. In New York, maar ik zag natuurlijk een reproductie. Mm-hmm. Een heel klein dingetje. En waar zag je de reproductie? Ik zag het in het boek van Geert Mak. Maar ik ken het van heel vroeger, want ik heb ook een tijdje kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus het is een bekend plaatje? Of een bekende tekening? Het is helemaal niet zo bekend. Hey. Het is eigenlijk heel, heel onbekend. En het was in het Metropolitan, zit het ook in de depots. Het wordt niet tentoongesteld. Ja. Maar bij mij gaat dan zo, op dat moment is het boek er. Echt waar, dan is het boek er en dan hang ik 2 jaar. Letterlijk? Ja, eigenlijk in dit geval letterlijk. Want, waarom? Vanwege het tekeningetje waaraan je ziet, dit meisje is een moordenares. En het is een heel jong, onschuldig kind. Hoe zie jij dat het een moordenares is? Ik weet het, want die bijl hangt naast haar hoofd. En daar heeft ze het mee gedaan. Dat is het moordwapen. Dat is het moordwapen. Werd ernaast gehangen als dit is het moord, zodat het publiek wist waarmee het was gebeurd. Ja, en niet alleen het publiek. Amsterdam was in die tijd de metropool van het Westen. Ja. Was de belangrijkste stad van Europa. Dat is de Dam zoals hij toen eruit zag. Ja. Ja, wat leuk. En, Nederland is rijk geworden, Amsterdam is rijk geworden, niet zozeer door de VOC, maar door de handel op de Baltische Zee. De Baltische Zee. Hout. Al die schepen, dus die voeren zo door de haven Amsterdam. En dan zagen ze dus het Galgenveld. De Volewijk is dat nu. De Volewijk hangt, daar heet nog een voetbalclub naar. En dan zagen ze dat als waarschuwing. Het was een Calvinistische stad. Heel tolerant. Joden, katholieken konden eigenlijk, als ze het niet dol maakten, wel doen wat ze wilden. Ja. Maar het was een vrij strenge Calvinistische stad. In Amsterdam werd van berouw een serieuze zaak gemaakt. Ja, berouw. Dat beschrijf je namelijk in die scène waarin ons Elsje op moet naar het schavot. Ja. Dan moet ze nog even bidden. Ja, ze weigert dat. In een kring. Ja, maar ik vond het wel heftig, omdat ze worden dan gevraagd door de rechters. Ja. Wordt ze dan gevraagd om in de kring plaats te nemen? Ja. Zij zitten gehurkt? Ja, zij knielen eigenlijk allemaal op kussens. Dus eigenlijk heel sympathiek. In het openbaar? Nee, dat was nog in de justitiekamer. We moeten ons hier het Paleis op de Dam, dat tot mijn ergernis dus Paleis op de Dam is, want het is gewoon het stadhuis van de burgers van Amsterdam. Mm-hmm. Hè? Zo is het ook gebouwd. En daar, dat is eigenlijk heel netjes geweest van die schepenen, hè, van die rechtbank, want ze wilden haar spijt laten hebben over haar zonde, want dat ze ter dood gebracht werd is eigenlijk niet de voornaamste straf. In die tijd geloofde iedereen in God, iedereen geloofde in het hiernamaals, iedereen geloofde dat lichaam en ziel samen horen. En als je dan niet begraven werd in de aarde, maar je werd zo tentoongesteld, publiekelijk tentoongesteld, betekende dat ook je ziel verloren was. En dat is dus een hele erg straf en die heeft zij extra gekregen. In die verslagen die ik heb gelezen, in die chronieken las het,
dat haar lichaam door de locht en het gevogelte verteerd moest worden. Waarom zo'n zware straf? Omdat ze dus geen spijt heeft betuigd. Dus zij heeft haar zonde niet berouwd. Kan je dat navoelen? Waarom? Je hebt natuurlijk alles gelezen. Je hebt je natuurlijk op een fantastische manier ingelezen. Omdat je namelijk ons lezers het minimale geeft om ons eigen beeld in te vullen. Ja. Kan je dan navoelen waarom zij geen berouw toonde? Nou, was ze atheïst? Om je de waarheid te zeggen, dat is ook helemaal niet bekend. Het is helemaal niet bekend. Hier spreekt de roman zich uit. En in die verslag staat helemaal niet dat ze niet heeft bekend. Alleen, er staat wel dat zij niet begraven wordt, maar deze extra straf krijgt. En dan weet je, ik weet dat, ja. Dus het boek weet dat zo ja. zeg ik het steeds, dat er hele zware redenen voor moeten zijn. En wat dan in je hoofd opkomt als mogelijkheid, dat ze geen berouw heeft getoond. Maar waarom dat is, dat vul je voor de rest niet in? Nee, want ook haar wandaad, haar moord is onbegrijpelijk. Wat ik een heel interessant thema altijd vind in alles wat ik schrijf, dat is hoe neemt iemand een beslissing? En wij denken dat we rationeler zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want als je al je erg belangrijke beslissingen nagaat, dan weet je dat die helemaal zo rationeel genomen zijn. Kun je dat stukje voorlezen waarin ze beschrijft dat ze de bijl ziet liggen en ze zegt, hij lag daar ineens klaar voor mij. Heb jij de pagina? Ik heb de pagina Heb je de pagina niet? Nou ja, die pagina die staat hier natuurlijk wel in. Alleen ik weet niet uit mijn hoofd welke pagina het precies is. Je hebt natuurlijk gewoon in je... Weet je in welk hoofdstuk die staat? Ja, hij beetje staat op in hoofdstuk 24 en dat hoofdstuk heet Moorden, Doden. Ja. Dus dat is natuurlijk al meteen raak. Het is wel een mooi hoofdstuk, was ook heel mooi om te schrijven. En die moord, want ik was het er helemaal mee eens toen ik deze roman schreef. Weet je wat ik dacht toen ik kijk, er is maar... Je hebt natuurlijk die diepe band met de Russische literatuur. Anders schrijf je geen ode aan Tolstoïs kreutzersonaten. Je dacht, bijl, hospita, schedel, Raskolnikov, mis dat een straf? Nou, die associatie heb ik helemaal niet gemaakt. Nee. Maar dat is juist heel goed, eerlijk gezegd. Want ik ben een schrijver die vindt dat de lezer heel erg vrij dat is. Dat leg ik er dan maar in. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Er zit in de boek heel wat meer dan de schrijver zelf weet. Ja. Althans, in mijn geval is dat altijd zo. Wat wil je dat ik lees? Even zo hier. Klaar, ze heeft met één hand de bijl gepakt. Hem met behulp van de andere hand opgeheven. Een stap achteruit gedaan. En in dezelfde beweging een hou uitgedeeld. Ze heeft de slaapvrouw vrij hard opzij van de schedel geraakt. De wond begon ogenblikkelijk voluit te bloeden. Toen de slaapvrouw haar evenwicht verloor en onder verrast geschreeuw tegen haar aantuimelde, leek het wel op een omhelzing. Haar kaakhals en bovenkleding kwamen dan ook al meteen onder het kleffige bloed van een vreemde te zitten. Ze duwde het mens met haar schouders van zich af, stapte naar achter en zette opnieuw haar handen aan de steel. Je snapt, dat is lekker schrijven, zoiets. Ja, dat is echt waar, Abdel. Ik zeg het gewetenloos. Op het moment dat je zoiets schrijft, moet je het als schrijver daarmee eens zijn. Anders kan je dat niet schrijven, dan wordt het heel... Je moet op dat moment, als het ware... Want nu verzuimen we te praten over het interessante moment van haar beslissing, dat ze die bijl pakt. Hè? Ja. Maar goed, heeft zij die beslissing genomen, dan ben ik het met haar eens. Ja, je beschrijft dat die scène, en die scène had me bij, omdat je iets laat zien wat ik niet... Je leest natuurlijk in de kranten over mevrouw stak haar echtgenoot, de echtgenoot sloeg zijn vrouw van het balkon. En je vraagt je dan, het licht gaat ergens uit. Absoluut. En wat je eigenlijk laat zien is, het licht gaat uit, maar het licht gaat ook aan. Ja, want inderdaad. Ze ziet een bijl liggen en ze zegt, die bijl die lag op mij te wachten. Ja. Dus ik moest hem wel gebruiken, een soort van onontkoombaarheid. Ja. En vaak als je die rechtbankverslagen terugleest van mensen die moord hebben gepleegd, lees je dat terug. Van het kon niet anders. Ja. Alles wees naar die daad toe. Dat is zo waar. Wat wij ons niet realiseren, dat is de macht van een voorwerp. Een voorwerp wil gebruikt worden. Ja. En die bijl, Elsje, je kunt het, we hebben het allemaal net kunnen zien, dat is een heel onschuldig, beetje onbenullig kind. Ze kwam van het platteland. Daar hebben we een foto van. Van het platteland. Van ze kwam van Jutland. Het platteland van Jutland. Maar hier. Eentje terug. Nee, dus dit. Hier kwam ze vandaan en ze wist bepaalde dingen niet. Ze wist bijvoorbeeld niet wat prostitutie was.
En dat was een beetje de sfeer waarin zij in dat huis belandde, in het boek. Dat is uiteindelijk de reden geweest waarop zij op een gegeven moment... Onder druk gezet. Zeer onder druk gezet. Ja. Maar het moment dus van een beslissing... Die hospita kwam haar flink woedend nogmaals om geld vragen. Ze stonden met z'n tweeën in de gang. Dan moet je je voorstellen dat hier de buitendeur is. Men had gewoon de straat op kunnen lopen. Ja. Hier ligt op een krukje, er werd in dat huis verbouwd, er lagen een timmerkist en een krukje, alle, lag een bijl. En die bijl kende ze. Want in Jutland had zij altijd, ze had een heel oude vader, had zij altijd hout gehakt. Dus die bijl, die bood zich aan en ze pakt hem. Zij was op dat moment in de situatie, volgens mij kennen wij die eigenlijk allemaal wel, dat hoeft nog niet altijd zo heftig te verlopen, maar we kennen allemaal wel momenten waarin iets anders lijkt te beslissen dan wij zelf. Ja. Dus zij pakt die bijl en op dat moment, en daar gaat het hele hoofdstuk over, is ze echt volledig met volle overgave bezig dat mensen te doden zo nodig 2 of 3 maal, denkt zij onbewust. Ja. Ja. En weet je wat zo gek was? Ik zei daarnet, dat was mooi om te schrijven, dat klopt. Dit is ook zeker niet het moeilijkste hoofdstuk van het boek geweest. En ik heb toen als een engel geslapen, toen het klaar was. Ik heb dat zeker niet in 1 dag geschreven, daar heb ik best wel een tijdje over gedaan. Maar toen het hoofdstuk zo was zoals ik het wilde worden, echt als een engel geslapen. Hmm. Maar ik heb aan de schrijftafel het verschil tussen de doodstraf gezien en een moord. Want... zij krijgt de doodstraf. En die heb ik helemaal moeten rechercheren hoe dat ging. En dat is nog geen leuke klus. Nee, die beul had een hele ondankbare taak. Want maar ook door Wöring. En dan moet je dus als schrijver weten, hoe ging dat? Dus ik ga opnieuw die archieven in. En er stond niet zoveel over. Hmm. Dus toen moest ik... In Spanje is het nog tot in een jaar of 20 geleden als doodstraf gebruikt. Door Wöring. Ja. En heb ik dat ook met foto's en platen. Ja joh. Dus in de tijd nog van Franco, dus dat is wel een tijdje langer geleden, maar toch heel recent, hè? Dus vorige eeuw nog. Dus daar kon ik dan inlichting. En daar... Je gaat wel heel ver, hè, om het echt precies te krijgen. Maar dat was zo ongelooflijk zwaar hoofdstuk om te schrijven. Dus toen zag ik aan de schrijftafel puur het verschil tussen het een en het ander. Ik wil nog even met je praten over Rembrandt. Oeps. Oh, ik schrik bijna als je de naam zegt. Want Marit, hebben wij een mooi. Dat is het mooie. Ja. Dat is misschien wel zijn laatste zelfportret. Dat is mijn schilder. Dan gaan we naar het volgende. Deze. Ja. Hij was hier aan bezig. Ja. Die dag. Ja. 1664. Dat weet je. Weet je wat zo leuk is? Dat weet niemand. En het zou namelijk hebben gekund. En geen enkele kunsthistoricus... Dit is zijn vrouw die... Dit is bekend als Joodse bruid. De Joodse bruid, maar suggereer dat zijn vrouw hier model voor heeft gestaan? Ja, maar het is niet zeker, dat weet niemand. Hij rouwt. Hij rouwt heel erg, want in het jaar, kijk, het verhaal speelt zich af 1 dag. Ja. Dat is de dag van de executie van Elsje. Ja. Je introduceert Rembrandt, ik dacht eerst in het hoofdstuk, jeetje, wat een elitaire man. Want hij gaat op de straat op, hij moet de kleurstof kopen. Ja, hij moet gewoon zijn werk. Hij moet werken. En hij houdt aan het rappalje en het gedoe en iedereen gaat naar die dam. Er is opwinding in de stad, want er staat wat te gebeuren. Magriet, zet ze hem nou neer. Zet Margriet de Moor. Hebben dat nou neer als een soort van... Ja, zeg maar, het beeld wat wij nu van de elite hebben in Nederland, die neerkijken, die zijn eigen, totaal die kokervisie hebben, helemaal op hun eigen ding gericht. Ja, ga je gang hoor. Ja, dat las ik erin. Ja. Maar... Dat wordt een heel ander verhaal natuurlijk. Maar... In dit boek is deze schilder, die de schilder van het oog is natuurlijk, dat is iemand die niet naar gruwelijkheden wil kijken. Ja. Want hij heeft ook de dood van zijn eigen vrouw niet aan willen zien. Ja. In dit boek, hè. Ja. Dus, is gestorven aan de pest. Zij is gestorven aan de pest 1 jaar tevoren. Ja. En de pest heeft men toen ook gezien als een straf van God. Dus er komen 2 soorten straf in dit boek voor. En hij wil die beide executies, dus zoals hij de dood van zijn vrouw, hè, op dat sterfbed, wordt vrij uitgebreid beschreven in de roman ook. Ja. En degene die zijn stiefmoeder terzijde staat, bij haar blijft, dat erg gevaarlijk was op dat moment. De pest was heel erg besmettelijk. Dat was de zoon van deze schilder. Titus is dat geweest. Hè? Dus deze schilder is oud en hij is heel
hij is in de rouw. Dus die heeft helemaal geen zin om daar een jong meisje terecht te... Wat gek dat jij dat dan zo hebt. Nee, ja, dat dacht ik. Ik begon meteen politiek te lezen. Ik vond het juist heel sympathiek. Ik had net de opiniepagina van de Volkskrant gelezen. En dan eilt het nog een beetje na. Oké. Dat herstelt zich wel, omdat het gaat heel erg over vakmanschap. Rembrandt. Het gaat heel erg over... En ook, met die handen. Hij denkt met zijn handen. Een hele mooie zin waarin je zegt van... denken met je handen gaat sneller dan filosoferen of... Je zou denken dat zo'n roman niet autobiografisch zou kunnen zijn. Ja. Hè? Ik ben ook geen schrijver die heel direct uit het eigen leven dingen neemt. Toch zit er in elk boek van mij heel veel dingen van mijzelf. Ja. En toen ik dit zinnetje schreef, een schilder is gewend met zijn handen te denken, moest ik denken aan mijn man, die schilder was. En ik heb nog al zijn schetsboeken, dat zijn hele grote boeken. Die gaf ik hem ook altijd als cadeau. Die liet ik inbinden heel mooi. Nou, daar heb ik een hele stapel van. Hè? In de tijd zei ik het al wel eens. Maar nu, als ik er nu eentje opsla, dat is een wonderlijke gewaarwording. Want dan zie ik zijn denken. Dan zie ik zijn denken. En dat is... ook dat kan je weer niet onder woorden brengen. Want de beeldkunst is iets van het beeld. Maar dat is iets heel intiems. Dus een schilder is gewend met zijn handen te denken, dat staat hier al op pagina 1. Ja. En daarom heet deze schilder ook de schilder. Ja. Ten eerste... Toen ik Rembrandt zei, schrok je even. Ja, niet echt, want ik ben er wel aan gewend inmiddels. Maar je noemt hem bewust niet. Nee, want dit boek speelt in 1664. Dat was toen nu. Dat was moderne tijd. Ja, ja, ja. Deze schilder was toen nog niet de beroemdheid van 3,5 eeuw. Nee, sterker nog, je beschrijft het faillissement van zijn bedrijf. Oh, dat is zo pijnlijk. Om te huilen Want dan komen dus die pandjesbaas of die mensen die noteren wat hij allemaal heeft, wat ze zo meteen op de markt gaan gooien. Ja. Hij heeft zulke... Nou ja, wat ze dan allemaal noteren, dat is zo prachtig werk. Zo prachtig. En dan moest hij het nog zelf voor ze oplezen ook. En dan gingen zij het... Ik vond het wel pijnlijk om te lezen. Eigenlijk. Oh, dat doet me wel goed, dat het zo op jou is overgekomen. Ja, dat vond ik wel echt heel erg. Want ik vond het heel gedetailleerd. En je noemt een aantal namen, sommige ken ik, andere google ik. En denk ik, jeetje meer, die man had daar gewoon de halve cultuurgeschiedenis op de schouw staan. Nou, en dat werd dan in één klap afgenomen. Ja. Wat moet het een sterke man zijn geweest? Ja, hij is een heel geheimzinnig personage. Voor een schrijver is dat heel fijn juist. Er is niet zoveel over Rembrandt bekend, hè, wat hij nou eigenlijk voor iemand was. En dat geeft heel veel ruimte. Vandaar dat dit boek hem... de karaktertrek meegeeft dat hij niet naar gruwelijkheden wil kijken. Dat is helemaal niet bekend natuurlijk. Maar dit boek zegt dat hij, en dat zou best wel zo kunnen zijn, toevallig ben ik, door mijn man, maar ook door veel van onze vrienden en ons leven, heel goed bekend met hoe een schilder op zijn atelier is. En dat is inderdaad die fascinatie van die handen. Wij kennen allemaal de zelfportretten van Rembrandt. En dan lopen we door zo'n zaal en die blik volgt ons overal. En wij denken hij kijkt naar ons. Hij kijkt helemaal niet naar ons. Goed, dat beseffen we. Dan denken we, hij kijkt naar zichzelf in de spiegel. Ook niet hoor. Volgens mij kijkt hij naar het licht op die huid. Welke kleuren moet ik nemen? Hij denkt aan zijn ambacht. Als er nou iets is wat ik bijna op een emotionele manier zie, dan is het die concentratie van iemand op zijn ambacht. Dat geldt voor elk ambacht natuurlijk. Hè? Maar dus in dit geval van de schilder ken ik het zo goed van huis uit. Mooi. We moeten gaan afsluiten, helaas. Jezus. Ja, echt heel jammer. We hadden... Ik wil even terug naar Elsje en naar Rembrandt. Uiteindelijk wordt Elsje gewurgd en afgelegd en naar de overkant van het ei gebracht. Op een soort van... een bootje. Ja, en hij gaat dat bootje achterna. Want hij... we moeten het kort houden. Ja. Maar waarom... doet hij dat? Waarom besluit hij haar op te zoeken? De reden is dat op een bepaald moment zijn zoon is thuisgekomen. Die heeft de executie wel gezien. Ja. Die vader ziet, die jongen is helemaal overstuur. En die jongen begint het aan zijn vader te vertellen. Ja. En nu hebben we het gewoon over de literatuur. Die woorden van het verhaal zijn sterker dan de gebeurtenis zelf, als het ware. En die prikkelen deze schilder om het schilderij waaraan hij aan het werk is, de Joodse bruid, in de steek te laten... en de simpelste materialen te nemen waarover hij beschikt. Een pennetje, schetsboekje, flesje water, flesje inkt.
en dan een bootje te pakken. Het is zo symbolisch als wat, maar je hoeft er niks aan te verzinnen. Want het is echt aan de overkant van het ei dat hij dat meisje toen heeft gevonden. Dodenrijk. Dodenrijk, ja. Alleen kunstenaars komen terug met iets wat blijft voortleven. Precies, ja. Margriet, ja, dankjewel. Het was een leuk gesprek. Ja, echt leuk. Was een mooi dankjewel. Gesprek. Margriet de Moor. Dankjewel. Ja, je mag rustig blijven zitten hoor. Misschien wil je meedoen met de quiz. Is dat wat? Ja, nee, oké. Okay. Maar blijf gerust zitten als je wil. Want de quiz, dames en heren. Wilt u meedoen? Ga dan staan. Oké, heel fijn. We doen dat aan de hand van de plaatjes. Hebben we een plaatje bij de eerste vraag? De prijsvraag. Te winnen zijn twee boeken van Peter Terin, Postmortem en de schilder en het meisje van Margriet de Moor. De eerste vraag is, de film On the Road, die momenteel in de bioscopen draait, is gebaseerd op een boek van Allen Ginsberg of Jack Kerouac. Linkerhand Allen Ginsberg, rechterhand Jack Kerouac. Het juiste antwoord is Jack Kerouac. Wie staan er nog? Ja, goed zo. Welk boek is het geschenk van Nederland? De leesbevorderingscampagne van het CPMB komend najaar. Is dat linkerhand De Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans? Of rechterhand Het Leven is Verrukkelijk van Remco Kampert? Het juiste antwoord is De Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans, waar we het zo net over hebben gehad. Dan de derde vraag. Wie schrijft het Boekenweek Geschenk 2013? Linkerhand Wim de Bie, rechterhand Kees van Kooten. Wat denkt u? Kees van Kooten? Het is Kees van Kooten, inderdaad. Dan de vierde vraag. Hebben we nog wat over? Willen de mensen die over zijn gebleven naar voren komen? Dan kan ik ze in de ogen kijken. Oh, nog niet? Nee. Oh, goed. Vierde vraag. Wie ontving onlangs de Vlaamse literatuurprijs de Gouden Boekenuil? Linkerhand Herman Koch, Zomerhuis met Zwembad. Rechterhand David Pefko, Het Voorseizoen. Het is David Pefko met Het Voorseizoen. Hoeveel hebben we er nog over? Wie staan er nog? Willen die naar voren komen? Natuurlijk mag je meedoen. Want je weet alles al. Op 8 mei jongstleden overleed de bekende Amerikaanse kinderboekenschrijver Maurice Sendak. Wat is zijn bekendste boek? Linkerhand Where the Wild Things Are, waar de wilde dingen zijn. Rechterhand Charlie and the Chocolate Factory, Sjaakje en de chocoladefabriek. Nou, het juiste antwoord is Where the Wild Things Are. Wie zijn er nog over? Kunnen jullie naar voren komen? Want ik ga de laatste afsluitende vraag doen. En dat is een gokvraag. Dus dan moet u wel even naar voren komen. Zodat u die vraag, zodat ik duidelijk het antwoord kan horen uitspreken. Waar zijn alle deelnemers? Iets meer naar voren nog. U bent zo ontzettend schuw en verlegen. Ik bijt niet hoor, Margriet. Ik bijt toch niet? Nee. Op zaterdag 2 juni wordt tijdens het VPRO Boekenfestival in de Brakke Grond voor de 9e keer de Bob den Uylprijs voor het beste reisboek uitgereikt. Genomineerden zijn onder andere Bert Thomeessen, Detlef van Hees en Pieter Steins. Welk geldbedrag is aan deze prijs verbonden? 25.000. Geen. 30. 30.000, oké. Okay. Het probleem is dat meneer links en mevrouw rechts er even ver vandaan zitten. Want u had? 2500. En u had? 10.000. Oh nee, dan bent u de winnaar. Nee, het is namelijk 7.500 euro. Ja, gefeliciteerd. Kom naar voren voor uw prijs. Zo. Wist u alle antwoorden al? Ja. Echt waar, ja, sorry. Oké, okay. Nou. U krijgt als prijs de twee boeken van de twee auteurs. Dat was ook mijn vraag. Heeft u ze al gelezen? Nee. Anders had u ze moeten teruggeven.
De andere... Nee. En wat, welk boek gaat u als eerste lezen? Ik ben bang deze. Waarom bent u daar bang voor? Nou, omdat het niet zo aardig is misschien voor haar, maar deze trekt mij het meest. Oké, okay. En waar gaat u dat boek lezen? Waar? Op het balkon. Op het balkon. Het balkon op het zuiden? Ja, in de zon. Met iets bij te drinken? Op het laatst. Ja. Oh, wat leuk, leuk. En hoe lang doet u over het lezen van zo'n boek? Nou, toch wel een week. Wauw. Nou, heel veel leesplezier. En we lezen ook wat andere boeken, maar dat doet u wel. Dank u wel. Nou, dames en heren, we zijn... ik ben door mijn vragen heen. De auteurs, Peter Terrin en Margriet de Moor, zijn zo vriendelijk om te blijven signeren. Dus je kunt het boek Postmortem en de Schildermeisje kopen en laten signeren door de auteurs. Blijft u gerust voor een drankje, even nababbelen. Ik wil Marit bedanken voor de assistentie, de plaatjes, de mensen van de bibliotheek. Marcel, Mira, bedankt voor dit seizoen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik wil de mensen van de techniek bedanken, zonder wie dit niet mogelijk zou zijn geweest. Niet alleen voor ons hier niet, maar ook voor de mensen thuis niet, die mee kunnen kijken op YouTube, op de livestream. Ik wil u bedanken voor alle keren dat u kwam en bleef en meedeed. Ik wil Oscar Kokker bedanken voor de assistentie. En ik wil u welkom heten op 7 september met nieuwe auteurs, nieuwe boeken, nieuwe vragen en nieuwe wedstrijden. Daar komt u natuurlijk voor. Tot de volgende keer. Dank u wel.